Hallo, ik ben Otto en ik ben de dirigent van de voorstelling van Peter en de Wolf waar jullie naartoe gaan in het Concertgebouw. En nou is het zo dat een dirigent altijd een stokje bij zich heeft. En veel mensen vragen zich af, waarom heeft een dirigent eigenlijk een stokje bij zich? Nou, dat zal ik jullie proberen uit te leggen. Kijk, in zo'n orkest zitten wel ongeveer 70 man met instrumenten. Met violen, met trompetten, met harpen, met slagwerk, met contrabassen. En die moeten natuurlijk allemaal op hetzelfde moment beginnen. Ze moeten op hetzelfde moment ophouden. En het liefste daartussen moeten ze ook nog een beetje samenspelen. En dan hebben ze dus iemand nodig die niet alleen het begin aangeeft, maar ook het tempo. En dat tempo, dat geeft de dirigent aan met zijn dirigeerstokje. En een dirigeerstokje helpt zodat iedereen het heel goed kan zien. Dat is je ene hand. Dat is je rechterhand, kun je mee dirigeren met je stokje. Je linkerhand kun je dan gebruiken om bijvoorbeeld aan te geven dat het heel hard moet zijn. Of dat het juist heel zacht gespeeld moet worden. Of bijvoorbeeld als iemand een hele moeilijke inzet heeft. En misschien was die net met zijn gedachten ergens anders. Dat je hem net eventjes zo even aanwijst van ja, en nu moet jij spelen. Dus daar kun je je andere hand voor gebruiken. Deze hand geeft het tempo aan en de maatsoort. En de andere hand geeft inzetten aan. Als je nog even moet wachten, als je wat harder moet spelen of wat zachter. Maar hoe kan het nou toch dat al die mensen precies op hetzelfde moment beginnen met spelen? En dat kan ik jullie eigenlijk heel eenvoudig uitleggen. Kijk, ik zal even mijn sleutelbos erbij pakken. Dan leg ik mijn dirigeerstokje even weg. En nou gooi ik zometeen die sleutelbos in de lucht. En nou is het de bedoeling dat jullie zometeen op het moment dat die sleutelbos de grond raakt, allemaal in je handen klappen. Let op, ik gooi hem in de lucht, sleutelbos op de grond en jullie klappen allemaal tegelijkertijd. Komt-ie. Ja, er waren er nog een paar een beetje vroeg en een paar een beetje laat, dus we doen het nog een keer. De bedoeling is dat jullie precies als de sleutelbos op de grond valt, allemaal tegelijk in je handen klapt. Bijna tegelijk. We doen het nog één keer. Ik gooi hem omhoog. En zo zie je dat dirigeren eigenlijk heel eenvoudig is. En dat komt omdat iedereen wel voelt aankomen wanneer die sleutelbos de grond raakt. En dat is ook met dirigeren. Ik sla de maat en omdat zoiets bestaat als zwaartekracht, je gooit iets in de lucht en het valt naar beneden vanzelf. Het blijft nooit in de lucht hangen. Door die zwaartekracht weet iedereen precies wanneer er gespeeld moet worden. Ik wens jullie heel veel plezier bij de voorstelling.